Allereerst wil ik even kort de volgende spreker introduceren. Dat is de heer Gaïm Nivon. Hij is sinds vorig jaar augustus ambassadeur in Nederland, ambassadeur van Israël. Hij heeft rechten gestudeerd aan de Hebreeuwse Universiteit. En eerder was hij ambassadeur in Ethiopië en Canada. En voordat hij naar Nederland kwam, was hij verbonden aan MASJAF, Israëlische Agentschap voor Internationale en Ontwikkelingssamenwerking. Vermeldenswaard is wel dat hij ook heeft meegewerkt aan de luchtbrug, de operatie Solomon, de luchtbrug voor Joden vanuit Ethiopië naar Israël. Excellentie, voor Rotterdam, de plaats waar u nu bent, is 14 mei een bijzondere dag. Net als 14 mei een bijzondere dag is voor Israël. Voor Rotterdam is het geen hele vreugdevolle dag, omdat 14 mei 1940 het hart van deze stad werd weggebombardeerd. Maar 14 mei is gelukkig ook een hele vreugdevolle dag, want volgende week maandag is het precies 64 jaar geleden dat David Ben-Gurion de onafhankelijkheid van de staat Israël uitriep. We wensen dan ook u en uw staf en uw familie volgende week een vreugdevolle viering toe van de 64ste onafhankelijkheidsdag. Excellentie, ik nodig u graag uit om hier een statement uit te spreken en voor het publiek. De ambassadeur kan helaas nog geen Nederlands spreken, hij is bezig dat te leren. Dus hij spreekt in het Engels en ik zal proberen zo om de 5 minuten iets samenvattend in het Nederlands te vertalen. En ik hoop dat mijn Engels betrouwbaar is. Excellentie, the floor is to you. Distinguished members of parliament, director of CD, deputy chief of mission of the Embassy of Israel, dear friends, shalom. What a pleasure to be here among friends. What a pleasure to see the flags of Israel and to make us feel at home. Thank you very much for inviting me. This is certainly a very special gathering. I thought I should speak a little bit about the development in our region so we can better understand some of the misconceptions regarding the conflict. What happened in the Arab world? Why there is instability? And if we are trying to think why there is instability, we see that the youngsters, your age, people your age, they don't have much of a future. They don't have basic rights, basic freedoms. They don't have much of a chance for economic growth, for income-generating jobs. Just think of Egypt, a country of more than 80 million people. In by the year of 2050, there will be more than 160 million people. Thousands of university graduates, thousands every day, tens of thousands, they have no chance to get a job. And this is one of the basic problems, not just in Egypt. For frustrated youngsters, that they have no chance to get a job, they don't have a chance to express themselves, to vote for whoever they want to vote for. And at the same time, when we have Facebook and iPhones and internet, they realize that in the world out there, things are different. Even when they look at Israel, the Israel, their enemy, but they see that their Knesset is, everyone can voice an opinion. Youngsters are going to the streets, peaceful demonstrations, many parties, economy is doing well. They realize, not to mention when they look at Europe, they realize something is wrong. And why they were able to be kept in such a situation without this frustration erupting early on? Because the leaders always say, you know whose fault it is. You are doing badly, not because of us, the leader, the dictator, it's because of Israel. Blame the Israelis, and you get away with it. Sounds familiar. It's not the first time in history, just blame the Israelis or blame the Jews. So
Therefore, many of the dictators in the Arab world were able to keep going because they said, there's a problem. It's, you know, it's not us. It's the Israeli-Palestinian conflict, the Israeli-Arab conflict. And that's why you, as an individual, you are not doing well. And in a way, suddenly many of them are waking up because they said enough is enough. We want to have a better future. Now, it doesn't mean that in the future we'll see neighbors that are suddenly become the best friends of Israel. But we can understand why the conflict was always alive, why it was the interest of so many countries to keep the conflict alive, because it diverts attention from their own problems. I mean, just look at the Human Rights Commission in Geneva. More than 50% of the resolutions of the Human Rights Commission in Geneva had to do with Israel. Because, as you know, there are no other human rights problems in the world. Not at all. And if you remember, it was Gaddafi that received a special award from this human right. He was, once Libya was a chairman of this Human Rights Commission. Look at the members of the Human Rights Commission, and for example, take a country like Sri Lanka, where close to 200,000 people have been killed during the civil war. No one knows about it. Hardly anyone talks about it. And we shouldn't go from country to country to see what is happening. Take the Palestinian refugee. Take this issue. This is one of the most important issues, which of course has to be solved. How many refugees have been there as a result of wars in the 20th century? Have you any idea how many refugees altogether? More than 100 million refugees in the 20th century. Take World War I, take World War II, take the war in the Balkan, take, for example, the Indian-Pakistan War. 15 million refugees, 15 million. Do we hear about them? Is there any special UN agency which is looking after all those refugees? You don't hear about them because that was the obligation of every country to make sure that refugees, unfortunately, the result of every conflict, should be settled down. We had our own refugees. We had a larger number of refugees, of Jewish refugees, either coming from Europe after the Holocaust, either had to flee the Arab countries. We didn't keep them in refugee camps in order to try and squeeze sympathy from the rest of the world. We all worked hard in the 50s to make sure that they're doing well, that they will be part of our society. But the Palestinian refugees, they're still being promised, they get the key, you know, on their necks, the chain, with the key that they promised that they will be returning to their homes in Tel Aviv, in Jaffa, in Haifa, rather than making an effort on solving the problem. And we hoped that the world will be able to look a little bit differently at the conflict. Not that it shouldn't be solved, not the refugee issue should be solved, but to look at it a little bit differently, to understand that Israel is not the reason for instability, not at all. We hope that this is going to happen, but we are not so sure. Therefore, we have to be strong. Therefore, we have to make sure that in any future agreements, there are very solid security arrangements. The fact that today, the agreement, peace agreement between Israel and Egypt is being discussed, shall we keep this agreement or not? What kind of a message does it send to Israel? What kind of a message does it send to the entire world if you are not so sure that if we sign today an agreement with whoever of our neighbors, someone else in the future will say, wait a minute, we don't like this agreement. We are not going to abide by it. This is the reality we are living in. This is a very crazy neighborhood that we are living in.
And in spite of everything that is happening, we have been able to develop a strong country. Member of Parliament Belder was just in Israel last week, and he will share with you, I'm sure, some of his reflections. No other country in the world, no other nation in the world is facing what we are facing. And yet, we are able to maintain our democracy, strong economy, rich cultural life, academy, etc. We are not perfect. No one is perfect. There's a lot that has to be done in Israel, and I'm sure you're following the news. But if you compare what's happening in Israel to what's happening in our region, you understand how far we went. And now you can better understand why we have to be so particular about certain positions that we have to take. No other nation in the world is being threatened by an enemy that is vowing to eliminate it. Take just Ahmadinejad of Iran. Imagine standing up in the open, not quietly, in the open. And he says, I'm developing nuclear capability in order to get rid of Israel. This is the reality that we are living in, but there's no other choice for us. We have to continue. We are working hard. We are getting a lot of encouragement from friends like you that are giving us the moral support that we need. But I hope that many in the world, here in the Netherlands as well, will wake up and understand that some of those myths about source of instability, about certain issues, etc., these are not the issues. It is accepting Israel, the state of Israel, as a Jewish state in the region, respecting Israel as a democracy of the national homeland of the Jewish people, extending her hand to its neighbors, hoping that we'll have peace very soon, but at the same time, making sure that we are continue to be strong, because in our neighborhood, you see what happens. If you're not strong, you see where you are. I mean, just look around. So we do hope that those youngsters like you in our neighboring countries will have a better life, will have a better future, because a good neighbor is a peaceful neighbor. A neighbor that is not doing well is a frustrated neighbor. And we wish them all the best, because otherwise someone else will find an excuse to blame us for their problems, for their mismanagement, for their being dictators, for their being failure state or failure or failing economies. So this is my message to you. Just look at the region, look at Israel in the wider context, and you realize that all the principles that we were standing for, standing behind, how justified they were facing what we have to face is unprecedented, but yet we are proud to be what we are and to reach out to other countries, to reach out a peaceful hand to our neighbors, and to be very pleased with friends and supporters such as yourselves. So thank you very much. And shalom. Okay, is het nodig dat ik de speech nog vertaal? Wie wenst dat? De meerderheid niet? Prima. Nee, er komt nog een kwestie in antwoord. Dus je bent iets te snel met de bloemen. Heeft iemand een vraag van de ambassadeur naar aanleiding van de speech? Kom maar op. Ja, ga je gang.
very much for your speech. My name is Jeroni Vergeer and I'm not a member of the SGP Jongeren. I'm from the Young Greens. I have a question about your neighbors. Like you said, you are not you don't have a really good relationship with your Arab neighbors. But my question is, what are you doing in order to get this relationship better? And for example, the people who are living in Gaza don't have a very good economic situation. There's a lot of poverty. The unemployment rate is very high. And my idea is if the situation of the people is getting better, if they have enough money to live, to maintain their life, isn't it? Doesn't it make sense that they wouldn't radicalize? Because if they have a good relationship, if they have a good life, they wouldn't fall back to terrorism and this kind of things. Thank you very much for mentioning Gaza. Just to remind you, we left Gaza in 2006. We pulled out of Gaza altogether because, of course, you know, we are the occupiers, settlements, etc. We moved out of Gaza, hoping that that will be an opportunity for the people of Gaza to build up Gaza as a strong economy. We left behind a state-of-the-art agricultural infrastructure, greenhouses, farms, etc., hoping that here this is an opportunity for them to take over, to start building themselves and for a better future. But just to remind you, the answer was the shelling and bombardment of thousands upon thousands of missiles. So we left Gaza the way we left Lebanon, by the way, for the same example. We pulled out of Lebanon completely according to the Security Council resolution. We left Gaza. What do we get in return? A proxy of the Iranians, Hamas and Hezbollah. And when they had elections, the first and probably last elections in Gaza, you know what they did, the Hamas, to the Fatah, not to us, to the Israelis, to the Jews, to their brethren, the members of the Fatah. They're not that they were Shiites, because, I mean, even that doesn't justify killing, etc., which is happening on a daily basis in the Arab world. But Sunni Palestinians killing Sunni Palestinians just because they belong to another party. So the Hamas people, when they took over Gaza, they decided to get rid of all the Fatah activists and members, and not get rid by sending them away or putting them in a taxi and give them a voucher to go to, let's say, to the PA. You know what they did? They threw them from rooftops. They shot them in the knees, their own brethren. This is what we are facing. And if there wouldn't have been a barrage of missiles from Gaza, there wouldn't have been any need for us to try and stop it. But what we are doing what every responsible government is doing, putting an end, or trying to put an end, to this ongoing bombardment. I mean, you don't hear much about the Israelis, what they're going through in the southern part of Israel, because luckily, and God, thanks God, there's no massive casualties because our defense system is very, very effective. But if, God forbid, one of those missiles would have hit a school like this one, and they hit schools, but they hit schools when all the kids were alerted and had a chance to go to the shelter. Imagine now, suddenly you hear the siren, red alert, and you have 2 minutes. This is a reality, or a daily reality in Israel, daily reality. It is not something that happened 50 years ago. It is not that we are reminiscing Second World War. It's happening today, every day. Suddenly a siren, imagine, can you imagine a siren? And you know that the siren, you have 2 minutes to get to the shelter. And because that we have to practice, because otherwise, and many of the schools have been hit. And this is just an example. But luckily, the students, the young kids, were in the shelters, so there are no casualties. You don't hear about that, because it doesn't, if there are no casualties, there are no headlines. But this is a reality that for weeks, on different occasions, I would say
15% of the population of Israel had to be in shelters. You know what it means for kids, young kids? So, just to tell you that also on the other side, our side, there is a lot of suffering. There's a lot of very stressful situations, but you don't hear about that. You don't hear that, luckily, because there are no casualties. What do? We try to reach out. Myself, in my previous position, as head of Israel's Agency for International Development Cooperation, we tried to build up relations and working with agricultural experts, Jordanians, Egyptians, Palestinians. I was myself in Gaza, not to mention the PA and in Egypt, etc. But you know why it stopped? Because, God forbid, working with Israelis is a sign of normalization. Sign of normalization. Unthinkable to normalize relations with the Jewish state. And what we're just trying to do, we are facing the same challenges, water, health issues, etc. Let's work together as equals. But whoever joined hands and worked with the Israelis, God forbid, you know, he committed this crime of working, he was kicked out from his union because it is a sign of normalization. This is the reality that we are facing. So it is much more complicated than one thing. And in Gaza, we feel sorry for the Gazan people, but give us another solution. When missiles are hitting your southern cities, and I don't wish on any of you to experience a missile that when in the middle of the night that there is a missile without any provocation, because we left Gaza completely. So I think when you see the context of what's happening in the Arab world, the attitude towards Israel, the issue of acceptance, accepting. And just to refer to what Mr. Netanyahu is saying, I'm willing to meet Abu Mazen in any time, any place, and 2 weeks ago, not that it wasn't Abu Mazen, the chairman of the Palestinian Authority, that he didn't show up, not even his prime minister. It was executives, you know, from the executive level. But Netanyahu was willing to meet with him. So it's just to understand that it is not as simple as it looks. It is much more complicated, but we know that we are not doing anyone a favor but having peace agreement with them, because it's for the benefit of both sides. And we wish that it will happen very soon. We are ready. The majority of Israelis are ready. We just need the leaderships on the other side to say, enough is enough. We're accepting Israel. Let us negotiate. Because just to repeat what our Prime Minister said also here, all the issues are negotiable. I know we'll have to take painful decisions, both sides, but no substitute to sit around the table and talk. Thank you. Okay, bedankt. Is er nog één vraag? Geef ik nog ruimte voor? Ja, Henk. Thank you. You mentioned now outside tensions. Inside Israel, there are also a lot of tensions, a lot of people, different groups, I would say. Maybe a challenging question. What do you think is a bigger threat? From Iran, or the birth of a new red cow? You know what I mean. Maybe you give a short introduction on what I mean with the red cow, because 2002, Melanie was born. Okay, 8 months, maybe fortunate. No, I would say that the bigger threat to all of us is Iran, because again we always hope Iran is going nuclear. What does it mean? We don't understand what it means. This is a very tangible threat, because the entire world will change. Iran today, without having nuclear capability already, is creating so many problems in different parts of the world, all the way from Latin America to Asia to our region, supporting terrorist organizations such as Hezbollah, Hamas, and others.
I mean, this provocative visit recently of in one of the Gulf islands, which they claim that is there, created a lot of tension. Gulf countries are worried, but everyone else has to be worried. Israel has to be worried as well, because a country that is going nuclear with very erratic, unresponsible leadership is a threat to world peace. And it doesn't mean that they have to use it themselves. They can say, no, no, we are not bad. They will quietly arm with nuclear or non-conventional capability their proxies, and their proxies are all over, all over. Whether it's in Gaza, whether it's in southern Lebanon or elsewhere. And that will change the equation. Imagine that they will decide to close or to shut the Straits of Hormuz with nuclear capability. How would you react? How would the entire international community will react? So this is a tangible threat, and we just hope that the sanctions that the international community, Europe, the EU, United States, and like-minded countries, Canada, Australia, and others, the sanctions will be effective and will make the leadership of Iran understand that by antagonizing the international community, they will pay a heavy price. Okay. Internal conflict, from day one, Israel has, I don't know whether to call it conflict, we call it a debate. And I'm so, so proud that in Israel you have so many voices, that they can express their opinion, that this is a democracy that, and again, we are a democracy under sometimes times of emergency. I don't think any other nation would have been able to survive as a democracy going through what we are going. And this is our strength, that we are still able to respect the opinion which we do not agree with. This is, I would say, the most important element, principle of democracy, to respect, not necessarily to accept, but to respect the opinion that you do not agree with. And therefore, so many people, from left and right, for Orthodox, non-Orthodox, Arabs and Jews, Christians, Muslims, Jews, can live together quietly. The coexistence that you'll find in cities such as Haifa, and Jaffa, and Acre, and Nazareth, you don't have this level in many parts of Europe. You don't hear about it because there are no incidents, because daily life, there's coexistence. Because our democracy enables people to express opinions, frustrations, they can vote to whichever party we would like to, and therefore we'll always have this debate, conflict, which I don't agree with the terminology, but a fearful, energetic, and enthusiastic debate. But I think this is our safety valve, and I don't believe that it's a threat, but on the contrary, it's something that we are all proud of. Okay. Thank you, Mr. Ambassador. I would like to present you the first item of our new publication, and it may be helpful to you to learn Dutch. And I will offer. I promise, as of this summer, and also the deputy chief of mission, Ilana Mittelman, here. She's starting next week. Next week, I will start next month. We didn't have a chance, you know, the prime minister's visit and to get to know everyone. But this is next on our agenda. So I promise. I'm not so sure I'll be able to read it so fast, but we'll get there. But as you know, we have a discussion, a debate in Holland about the age of retirement. Will it be 65 or 67 or 68? But happily, states do not have a retirement age. So we hope that the Israeli state will proceed for far more years in the future. No plans to retire now. Ja, wil ik eerst even met een paar woorden de bundel presenteren, want we gaan een beetje over ons tijdschema heen.
Ja, ik wil allereerst even Johan van Berkum, die zit hiervoor, bedanken voor het samenstellen van deze bundel. Hij heeft ook medewerking gehad van Dirk-Jan Nijsink, de oud-beleidsadviseur van de jongeren. En van Gert-Jan van Panhuis en Jan-Marc ten Hoven. Ik wil hen allemaal bedanken voor de bijdrage aan deze mooie bundel. Het boek belicht het conflict tussen Joden en Palestijnen van allerlei kanten. En laat eigenlijk allerlei zaken zien die je niet zo vaak in de krant leest. Zo ongeveer iedereen heeft natuurlijk een mening over Israël en de Palestijnen. Maar vaak, welke motieven gaan er achter schuil? Gebeurtenissen, belangen, hoe is de situatie precies? De ambassadeur vertelde er net ook het een en ander over. Als je dat allemaal meeneemt, dan zijn er eigenlijk voor zwart-wit oordelen, is er dan weer weinig ruimte. Ik wil graag Kees van der Staaij een volgende exemplaar aanbieden. En dan mag hij er ook even op reageren. Zoals jullie weten is hij voorgestelde lijsttrekker van de SGP bij de komende Tweede Kamerverkiezingen. En die zijn op 12 september 2012, dat is ook een bijzondere datum. Je kunt hem namelijk een mooi verjaardagscadeau bezorgen op die dag door de SGP een derde zetel te bezorgen. Dankjewel Jan voor de ontvangst van niet het eerste exemplaar. Heel goed dat dat naar de ambassadeur, dear ambassador, that the first book was for you. Maar het is een eer om ook deze boeiende studie vanavond hier in ontvangst te nemen op een bijzonder moment. Het is al genoemd aan de vooravond van de onafhankelijkheidsdag, de 64ste onafhankelijkheidsdag van Israël. Maar ook in de aanloop naar de verkiezingen. En ik kan me ook in de aanloop naar de verkiezingen geen mooier onderwerp indenken. Want ik denk dat ook een ferm standpunt van vriendschap voor Israël heel goed past ook bij de komende verkiezingen. En laten we hopen en bidden dat er opnieuw ook een goede pro-Israël meerderheid in het parlement zal zijn. En ik kan u beloven, aan ons zal het niet liggen. Geen lange toespraken, maar toen ik deze bundel van tevoren ook al mocht lezen en inzien, heb ik even geprobeerd te kijken met de ogen van een paar mensen die ik in de afgelopen jaren in Israël heb ontmoet. En mag ik dat vanavond hier nog even naar voren brengen? Allereerst met de ogen van die jongeren in Sederot, die elke keer weer bang waren, bezorgd waren voor de rakettenregen die hen zou kunnen treffen. Doen we hen recht met onze studie over de toekomst van Israël, hoe wij hier op een afstand daarover spreken? Dan kan ik zeggen ja. Het basale recht en de wens en de behoefte aan veiligheid voor de mensen in Israël wordt door deze studie ook serieus genomen. Met die veiligheid kunnen we en mogen we en willen we niet zoemelen. Dat moet voorop staan. Ik heb ook geprobeerd te kijken met de ogen van die politicus die ik heb gesproken in de afgelopen jaren. En die zei tegen mij: vergeet alsjeblieft niet, jullie in het Westen, dat je vrede voor Israël en de omringende volken nooit met veel geld en met veel pressie kan opleggen van boven. Dat zal uiteindelijk alleen maar moeten kunnen groeien van onderop, door contacten tussen mensen, tussen bevolkingsgroepen, door te kijken wat er in de media naar voren wordt gebracht, door te letten wat er op de scholen wordt geleerd. Alleen van onderop kan die oplossing komen. En ook dat vind ik een heldere kenmerk van de studie die hier ligt. Juist ook de nadruk op van onderop werken aan een oplossing en niet een eenzijdige opgelegde oplossing van bovenaf, van buitenaf. En tot slot heb ik ook nog teruggedacht aan die rabbijn die we ontmoet hebben op reis in Israël. En die zei: doe vooral je best, iedereen, om te werken aan vrede voor Israël, aan een toekomst voor Israël. Maar besef tegelijkertijd, doe wat je kan doen, doe wat je moet doen, maar besef tegelijkertijd dat de oplossing van boven moet komen. En die man had ook gelijk. Daar is Israëls geschiedenis gelukkig ook rijk van de wonderen van God.
En dan zal het, ook als het voor ons soms onmogelijk lijkt en wij ons hart vasthouden, er toch vrede en een oplossing komen, maar inderdaad van boven, door God zelf. En daarom hebben wij ook hoop voor Israël. En daarom is er ook toekomst voor Israël. Shalom. Dank u wel. Heer Van der Staaij, dat u ook even wil inspringen. De volgende spreker is de heer Ronnie Nathaniel. Hij is al ruim 30 jaar directeur van het CIDI, kortweg. Hij heeft economie gestudeerd. Dus we hebben iets gemeenschappelijks, zou ik zeggen. En daarnaast is hij ook van diverse organisaties, Joodse organisaties, voorzitter, dan wel penningmeester, te veel op te noemen. Ik nodig u graag uit om hier een reactie te geven op de bundel. U heeft hem van tevoren ontvangen. Ik zou zeggen, wat u goed vindt, benoem dat. Maar als u kritiek heeft, spaar ons niet. Want daar leren wij van. En ik geef u natuurlijk eerst een mooie bundel. Goedenavond. Het is buitengewoon plezier om hier te zijn onder vrienden van Israël. Ik moet ook zeggen dat ik met buitengewoon veel interesse het boek heb gelezen. Meestal moet het hoger worden gesteld, hè? Er is altijd een soort vooroordeel dat Joodse mensen wat klein zijn. Ik ben een uitzondering. Ik heb met heel veel plezier het boek gelezen. Niet zo mooi uitgegeven als hier. Hè? Het zit hier allemaal keurige gedrukte exemplaren. En ben getroffen door de diepe vriendschap die uit het boek spreekt. Het is ook inhoudelijk een sterk boek, inhoudelijk en gedegen. Op die 132 pagina's kan ik natuurlijk niet allemaal ingaan. Maar er zijn ook wel een paar punten, werd mij net al gezegd, spaar ons niet. Er zijn een paar punten waar ik een paar kritische noten bij wil neerzetten. En wil proberen toch te komen op niet heel anders eindstandpunt dan wat er in deze nota staat. Maar dat doe ik pas nadat ik eerst nog een compliment heb uitgesproken voor de makers, Dr. Anders van Berkum en natuurlijk de Guido de Bres Stichting en natuurlijk de SGP Jongeren die ook deze avond hebben georganiseerd. In de nota wordt ervan uitgegaan, of het wordt eigenlijk terloops gezegd, dat de PLO, de Palestijnse Bevrijdingsorganisatie, Israël niet erkend heeft en ook zijn handvest niet heeft ingetrokken. Dat zijn twee kritiekpunten die ik heb, omdat natuurlijk aan de vooravond van de Oslo-akkoorden in 1993 de Palestijnse Bevrijdingsorganisatie in een uitwisseling van brieven de staat Israël erkend heeft en heeft op basis van resolutie 242. Wat de Palestijnse Bevrijdingsorganisatie niet heeft gedaan en wat de Palestijnse autoriteit nog steeds niet doet, is de staat Israël als Joodse staat, als staat voor het Joodse volk te erkennen. Daar kom ik straks op terug, graag. Maar dat is wel een belangrijk verschil. In de tweede plaats wordt ervan uitgegaan dat de herroeping van het handvest van de PLO in 1998, en dat was in aanwezigheid van de toenmalige president Clinton in Gaza, niet heeft plaatsgevonden. Misschien is dat theoretisch juist, maar sinds die tijd is er geen officiële herpublicatie van dat handvest geweest. Wat wel
aan de hand is, is dat Fatah nog steeds een handvest heeft, waar nog steeds wordt uitgegaan van de vernietiging van de staat van Israël, staat Israël. Ik kom daar ook nog op terug. De essentie van de nota is echter, en dat deel ik natuurlijk van harte, de steun die aan Israël wordt gegeven en het feit dat een oplossing van het Palestijns-Israëlische vraagstuk nog ver weg is. En ook daar ben ik het mee eens en ook daar komen we op terug. Zo verder stelt de nota, ik wil dat even een paar punten daaruit lichten, dat het niet wenselijk is dat binnen afzienbare tijd een Palestijnse staat komt. De Palestijnen moeten eens bewijzen dat ze serieus aan vrede met Israël willen werken. Ook staat er in de nota, het is onmogelijk een twee-staten-oplossing van bovenaf op te leggen. De Palestijnen dienen eerst Israël als Joodse staat erkennen. Nu ben ik het eens met de opmerking dat het onmogelijk is een twee-staten-oplossing op te leggen. Geen land, geen mogendheid, geen verband ter wereld is in staat om tegen de wil van bevolkingen in iets te doen. Uiteindelijk moet elke vrede uit de harten van mensen gaan en kan je dat niet van bovenaf opleggen. Ook niet door middel van sancties, sancties ten opzichte van Israël, sancties ten opzichte van het Palestijnse volk. Dat is een onmogelijke zaak. Maar ik leg het accent toch zeer anders als het gaat om een Palestijnse staat. Het Sidi is van mening dat de twee-staten-oplossing de enige rechtvaardige mogelijkheid is voor een oplossing van het Palestijns-Israëlische vraagstuk. En dat daar ook serieus naar gestreefd moet worden. Er staat voor het Joodse volk dat in vrede en veiligheid en in erkenning kan leven. En er staat voor het Palestijnse volk dat ook in rust en erkenning moet leven en kunnen bouwen aan zijn toekomst. Wij denken dat dit de enige rechtvaardige oplossing is voor dat conflict. Er zijn twee volkeren die beide aanspraak maken op hetzelfde grondgebied en dus zal er naar deze regeling ook gestreefd moeten worden. Wij vinden ook dat het voortduren van de bezetting van de westelijke Jordaan-oever door Israël een onhoudbare situatie is voor de langere termijn. Alleen al vanwege het feit dat er twee rechtssystemen naast elkaar bestaan op die westelijke Jordaan-oever. Niet in Israël zelf, maar op die westelijke Jordaan-oever heb je één vorm van een mengsel van Palestijns recht, Israëlisch recht en dan niet op alle plaatsen. Ik ga niet in de details, maar je hebt het op verschillende plaatsen en een stuk voor Israëlisch recht wat geldt voor de inwoners in de Joodse nederzettingen. Wij achten dat op lange termijn onaanvaardbaar en wij denken dat het ook onhoudbaar is om een bevolking, Palestijnse bevolking, tegen hun wil blijvend te bezetten. Een volgend punt daarbij is, dat wordt ook duidelijk en krachtig in deze nota genoemd, dat het natuurlijk niet mogelijk is voor Israël om straks met 6, misschien 5, 6, 7 miljoen Palestijnse inwoners te zitten als je de westelijke Jordaan-oever onder je controle, onder je bestuur houdt, dan zal Israël uiteindelijk het karakter van een staat voor het Joodse volk verliezen. Er zal dus een regeling moeten komen waarbij het Palestijnse volk zijn eigen staat krijgt, zijn eigen mogelijkheden en Israël zijn eigen staat. Want het samenvoegen ervan eindigt onherroepelijk gezien het Palestijnse bevolkingscijfer in de verandering of het verdwijnen van de staat Israël, het Joodse karakter van de staat Israël. Wij denken ook dat natuurlijk het feit dat Israël als Joodse staat dient te worden erkend van groot belang is, maar zien dat niet zoals
in deze nota staat als beginvoorwaarde. Zoals de Israëlische regering heeft gesteld steeds, er zijn geen voorwaarden vooraf. Er zijn geen voorwaarden voor het bouwen van nederzettingen. Er zijn geen voorwaarden voor een erkenning van de Joodse staat vooraf. Men gaat aan de onderhandelingstafel zitten en tot de eindresultaten dient men te komen dat er een regeling komt voor bijvoorbeeld ontmanteling of bestaan van bepaalde nederzettingen. Aan de andere kant de erkenning van Israël als staat van het Joodse volk. Of precies de afbakening van de grenzen tussen deze twee staten. Maar wat wij wel volstrekt juist vinden is dat hoewel wij uitgaan van deze twee staten oplossing, zijn we realistisch genoeg om te beseffen dat de tijd niet rijp is op dit specifieke moment om tot die twee staten oplossing te komen. En laat ik uitleggen waarom daar het probleem is. In de eerste plaats kijken we naar de omgeving van Israël en van de Palestijnen. We zien de opkomst van de Arabische lente in de omgeving. De revoluties proberen grip te krijgen op de Arabische landen. In Egypte heeft dat ertoe geleid dat er een grote meerderheid van moslimfundamentalisten de macht heeft gekregen in het Egyptische parlement. Een van de eisen van de moslimfundamentalisten is bijvoorbeeld om dat vredesverdrag van tussen Israël en Egypte om zeep te helpen. Dat is een gevaarlijke ontwikkeling. Uiteindelijk heeft Israël tijdens de vrede tussen Israël en Egypte in 1979 zijn de onderhandelingen geweest, maar heeft Israël de hele Sinaï-woestijn ontruimd, nederzettingen ontruimd, er zijn ambassades uitgewisseld. Israël heeft tot de centimeter elk stukje gebied aan Egypte teruggegeven en nu zou Egypte plotseling de akkoorden verbreken. Dat is wel een heel slecht signaal om te kijken, om verder te onderhandelen, bijvoorbeeld met de buurstaten. Want wat gebeurt er als er straks een Palestijnse staat tot stand komt die onderhandeld is? Wie kan mij garanderen dat die Palestijnse staat niet straks een moslim-fundamentalistische staat is die uiteindelijk geen vrede met Israël zou willen hebben? En dan geeft Israël de westelijke Jordaan-oever op voor een groot deel. De Gaza-strook is al opgegeven. En dan zitten daar moslim-fundamentalisten en die bestoken Israël vanaf de westelijke Jordaan-oever. In zo'n situatie moet je niet terechtkomen. De ontwikkeling in het Midden-Oosten van de buurstaten, ook de ontwikkeling met Iran, ook de houding van Hezbollah, ook de houding van Hamas, zijn ernstig bepalend voor de mogelijkheid of je echt tot vrede kan komen. Maar dat is nog niet alles. Wat ook bepalend is, is de interne situatie tussen de Palestijnen zelf. Want wat verwacht men van Israël om tot vrede te komen met de Palestijnen, terwijl de Palestijnen onderling niet tot vrede kunnen komen? Er is een Hamas in Gaza en een Palestijnse autoriteit in Ramallah. Zij zijn niet in staat om een regering van nationale eenheid te creëren. De ambassadeur heeft het er al over gehad hoe dat er een staatsgreep heeft plaatsgehad in Gaza. En tot de dag van vandaag kunnen ze geen lijn vinden met elkaar. Als de Palestijnen onderling al niet tot een regeling kunnen komen, wat kan je dan verwachten van een regeling tussen Israël en de Palestijnen? Daarbij moet je nog eens in de gaten houden dat Israël tot twee keer toe in het verleden
zich heeft teruggetrokken, eenzijdig, uit bezet gebied. Dat is gebeurd in 2000 in Libanon. Wat is daar toen gebeurd? Daar in dat vacuüm, in dat gat, is Hezbollah gekropen. Die heeft 15.000 raketten, 20.000 raketten, ik wil van het aantal afwezen, op Israël, op de dag van vandaag, op Israël gericht. Buitengewoon gevaarlijke situatie. Israël heeft zich teruggetrokken uit Gaza. En de ambassadeur heeft het erover gehad. Het regent vanaf dat moment raketten op Israël. Met andere woorden, wil er een twee-staten-oplossing tot stand komen, dan moet de situatie in de Arabische wereld uitgekristalliseerd zijn. Dan moet duidelijk zijn dat je betrouwbare regimes hebt die ook bereid zijn een vredesakkoord te honoreren. Zolang je dat niet weet, heeft het geen zin om met de Palestijnen over vrede te praten. Want als je, en ik ben het met alle politici volstrekt oneens, die zeggen, nu moet je praten. Nee, nu moet je niet praten. Je moet wachten. Je moet wachten hoe het zich ontwikkelt. Je moet kijken of Abbas, die het gematigde gezicht van de Palestijnen is, of Abbas er over 2 jaar nog steeds zit. En of hij, als hij er dan zit, een vrede kan garanderen. Of je moet kijken of als Hamas in zijn plaats komt, of wat sommige mensen zeggen, dat Hamas in staat is zich te matigen. Ik denk dat dat niet kan, maar de kans moet geboden worden om te zien of Hamas zich kan matigen. Dan kan je over vrede, zou je over vrede kunnen praten. Maar risico's nemen, zoals met het zuiden van Libanon en met Gaza is gebeurd, kan je niet met de westelijke Jordaan-oever, want elke raket die daarvan wordt afgeschoten treft Israël in het hart, in Tel Aviv, in Haifa, daar op de essentiële plaats. Er is nog een tweede en nog een derde punt, daar wil ik heel kort, ik begrijp het, maar ik had 20 minuten en die zijn nog niet om. Ik kan er niks aan doen dat andere mensen langer hebben gesproken. Er zijn nog 2 punten die ik in het kort wil geven. Er is onvoldoende duidelijkheid of de Palestijnse autoriteit bereid is om geweld te beteugelen. Het is een essentiële voorwaarde van de roadmap van 2003 en later door de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties ook nog als oplossing geaccepteerde regeling. Het is essentiële zaak dat de veiligheid wordt gegarandeerd, dat terrorisme wordt beteugeld. Dat is niet alleen maar essentieel omdat het geschreven staat, maar omdat mijn opvatting is dat het geweld de oorzaak is van de bezetting en niet andersom. Wat een aantal politici vaak zeggen, dat de bezetting de oorzaak is van het geweld. Nee, het geweld tussen Israël en de Palestijnen, of de Palestijnen en Israël, dateert al vanuit de 30e jaren. En alleen al in de periode 1947-1967, toen Israël dus de westelijke Jordaan-oever van de Gazastrook in handen kreeg, waren er aan de Israëlische kant al 1000 doden te betreuren door Palestijnse guerrilla-acties op Israël zelf. En toen waren er nog geen bezette gebieden. Er is pas een oplossing mogelijk van het conflict als er een Palestijnse autoriteit is die serieus werk maakt om al het geweld te beteugelen. En niet alleen op de Westoever, maar ook in de Gazastrook. Het is een essentiële internationale eis die moet worden nageleefd. Het derde punt, en dan ben ik bijna klaar. Het derde punt is dat er onvoldoende duidelijkheid is of de Palestijnse autoriteit überhaupt bereid is om Israël als staat van het Joodse volk te accepteren. Want waar praten wij over? Ik praat over de acceptatie van een staat voor het Palestijnse volk. Mag ik dan op zijn minst verwachten dat er ook een acceptatie plaatsvindt voor een staat van het Joodse volk? Maar als ik Abbas, de Palestijnse gematigde leider, moet geloven,
dan zegt hij op 27 augustus 2011... niemand van ons kan dwingen de staat Israël als Joodse of Hebreeuwse staat te accepteren. Wij zullen er niet mee instemmen. Hij zegt één maand later, zegt hij in het blad El Quds, Israël kan zich noemen wat het wil, maar wij hoeven die definities niet te accepteren. De essentie is dat Israël wel als staat voor het Joodse volk wordt erkend. En nou kom ik tot poedels kern. Want als men wel Israël accepteert, maar niet als staat voor het Joodse volk, dan speelt men de kaart van het Palestijnse vluchtelingenvraagstuk, wat in elke onderhandeling tot dusver tussen Israël en de Palestijnen uit de kast, uit de la is gehaald. Daarbij is elke keer weer, en dat heeft geleid tot het mislukken van alle onderhandelingen, tot dusver de onderhandelingen in 2000, de voorstellen van de oud-Israëlische premier Olmert, heeft men gesteld de Palestijnse vluchtelingen en hun nakomelingen, en dat gaat in het totaal van 4,5 miljoen mensen, die moeten in Israël worden hergevestigd. Als je 4,5 miljoen Palestijnse vluchtelingen, wat je vluchtelingen noemt, er is nog één woord daar zo over, als je die in Israël vestigt, dan creëer je een Arabische meerderheid in Israël en dan accepteer je wel Israël als staat, maar als 23ste Arabische staat in dat gebied. En dat is de loophole waarin men zit. Laat ik het ophelderen. Er zijn geen 4,5 miljoen Palestijnse vluchtelingen. Van de oorspronkelijke vluchtelingen zijn er misschien nog 50.000 in leven. Ik ben ervan overtuigd dat Israël in het kader van de vredesregeling al die 50.000 een thuisbasis kan leveren. Die anderen zijn allemaal mensen die buiten Israël zijn geboren, neefjes, nichtjes en vriendjes en kennissen enzovoort van de oorspronkelijke vluchtelingen. Deze mensen dienen in de Arabische wereld te worden hervestigd. En daar liggen hun roots. Niet in Israël of in de tot stand te komen Palestijnse staat. Want daarvoor dient een Palestijnse staat en niet het ontmantelen van Israël. Als je serieus bent, maak je een staat voor het Joodse volk en voor het Palestijnse volk. En je mengt die twee niet in de hoop dat je ooit één grote Palestijnse Arabische staat krijgt. Dus ja, we zijn voor een twee-staten-oplossing, maar het moet wel langs goede banen worden geleid. En het is ook mogelijk om tot een twee-staten-oplossing te komen. En het zal gebeuren als we dat willen. En als wij stram en sterk staan voor dat idee. En ik ben ervan overtuigd dat ook binnen de SGP en binnen de andere politieke partijen daar een duidelijk oor voor is. Dank u wel. Dank u wel voor uw doorwachte betoog en excuus dat ik u even onderbrak. Ik stel voor dat we eerst even de column van Bas Belder doen en dan de vragen en antwoorden in één keer nemen. Goed, Bas. Nodig ik de heer Belder uit. Ik zei al lid van het Europese parlement en ook actief in buitenlandse zaken. En vooral sinds 2004 in de delegatie Israël en de Europese Unie actief. Graag het woord aan jou. Natuurlijk, als je ook eerst een beetje woord. Ja. Hallo. Iets lager. Ja, ik ben geen Jood, maar iets kleiner. Beste vrienden uit Israël, beste vrienden van Israël. Dear friends from Israel, dear friends of Israël. Er is mij gevraagd door de auteurs van deze interessante bundel. Ik heb de rauwe versie gelezen. Ik zal aan de officiële ook nog een keer deze dagen tot me nemen. Maar ik heb natuurlijk even gekeken of ik toch wel correct sprak in mijn column. Ik dacht dat het redelijk gelukt is. Arabische lente of Arabische achteruitgang? Het Israëlisch perspectief. Daar is mij om verzocht om
daarover te spreken. Ik heb die titel dan zelf gegeven. Arabische lente of Arabische achteruitgang. Het Israëlische perspectief. Hoe houd je het buiten uit als het dik 20 graden vriest? Deze wonderlijke vraag, wonderlijke tegenvraag, stelde een Israëlische professor mij toen ik dinsdagavond vanuit Brussel telefonisch informeerde hoe hij, als expert, de Arabische lente beoordeelde. Onvervroren ging hij verder. Alleen als je een poolbeer bent, dan kun je gemakkelijk min 20 doorstaan. Welnu, Israël is een poolbeer in de regio. Het heeft slechts een paar ijskoude vredesverdragen met Egypte en Jordanië nog in handen. Wij hebben echter wel penibeler situaties meegemaakt dan de huidige, dat zei je letterlijk, catastrofe in de Arabische wereld. Catastrofe in de Arabische wereld. Catastrofe in en voor de Arabische wereld. Deze Israëlische zienswijze staat haaks op de nog altijd in Europa volgehouden en gecolporteerde, uitgedragen, gepropageerde visie van de Arabische lente. Het valt blijkbaar niet mee de eigen virtuele, let wel, virtuele realiteit van het Midden-Oosten met dank aan Facebook en Twitter in te moeten ruilen voor de politieke realiteit van de regio. De aaneenreiging van klinkende islamistische stembussuccessen. Tunesië, Libië, Egypte, Kuwait. Alsof, geachte toehoorders, de honderdduizenden op het Tahrirplein en hun intellectuele woordvoerders met een schitterend Engels accent werkelijk alle 85 miljoen Egyptenaren representeerden. Hadden sommige Nederlandse media een handje van. Dat is Egypte. Een kardinale westerse misrekening. Nietslands islamisten bleken marginaal. Het is wel eens interessant om na te gaan wat er allemaal gezegd is. Oh, marginaal of gematigd. Nietslands islamisten bleken marginaal. Maar juist de inheemse kampioenen van het westen van Europa. De jonge generatie, let wel, de jonge generatie van welwillende seculiere democraten. Maakt de Arabische lente, tussen haakjes, haar veelbelovende naam toch waar, juist door de open stembusstrijd? Sluiten islamisme en democratie elkaar, met andere woorden, niet noodzakelijkerwijs uit? Hè? Toch een westerse idee, een droom. Uit de mond van een nuchtere Israëlische waarnemer teken ik vorige week op delegatiebezoek in Tel Aviv vier essentiële, en die wil ik u voorstellen, vier essentiële condities op voor een samengaan van islamisme en democratie. 1. Geen nationale wetgeving op basis van de sharia, de islamitische wetgeving, islamitisch recht. 2. Volledige en onbeperkte gelijkheid voor alle religieuze minderheden. 3. En dat moet vooral linkse personen, ook in deze zaal wellicht, aanspreken. Volledige en onbeperkte gelijkheid voor vrouwen. Ten slotte, ondubbelzinnige aanvaarding van de vrijheid van het woord, van mening en van godsdienst. Mijn Israëlische gesprekspartners, en niet alleen politici, maar ook wetenschappers die zich jaar en dag met de regio bezighouden, die ik daarom zeer waardeer, omdat ze ook Arabisch beheersen en spreken. Mijn Israëlische gesprekspartners zijn in elk geval somber, Arabische herfst hoor ik dan, tot zeer somber Arabische winter gestemd over de democratische vooruitzichten van de Arabische lente. En deze sterk gereserveerde Israëlische houding tegenover de uitwerking van de Arabische lente, laat ik daarover duidelijk zijn, deel ik geheel. Eerlijk gezegd stoort het mij behoorlijk dat in Europa de grote bezorgdheid in Israël over de machtsverschuivingen en machtsstrijd nog steeds, denk aan Syrië in het Midden-Oosten, niet veel meer weerklank vindt. Een militaire briefing aan de Israëlisch-Libanese
grens vorige week donderdagmiddag, een week geleden, drukte een EP-delegatie, partijenbreed, van links tot rechts, nog eens met de neus op de uitermate kwetsbare veiligheidspositie van de Joodse staat. We zagen zo Libanon liggen, dat wil zeggen Hezbollah-land vooral. Immer dienen de Israëlische strijdkrachten op hun hoede te zijn voor infiltratiepogingen, kidnappingen van Hezbollah. Tussen haakjes staan hier mijn tekst, maar ik sprak vanmorgen in Brussel een Libanese zakenman, behoorde tot de christelijke minderheid daar, en die komt uit het zuiden. En die zei, grote stukken land van christelijke dorpen enzovoort, die zijn gewoon onbruikbaar meer, omdat Hezbollah die claimt voor militair territorium. Naast de actuele militaire dreiging in het noorden, denk ik aan het gevaar van een Syrische spillover, is daar sinds de val van het Mubarak-regime, vanwege de Lotusrevolutie, ook zo'n mooie naam, de Lotusrevolutie, de urgente verdediging van de zuidgrens bijgekomen. De open wonde heet hier het Sinaï-schiereiland, waar zich Israëls doodsvijanden, Iran, Hamas en diverse terroristische organisaties, groeperingen met actieve hulp van de lokale Bedouinen al vrijer bewegen en breed maken. De ondergang van het Mubarak-regime bracht nog andere, even pijnlijke gevolgen voor Israël met zich mee. Egypte fungeert niet langer als de spil van de Arabische wereld, die de confrontatie aangaat met islamistische extremisten en terroristen, binnenlands en buitenlands. Cairo coördineert niet langer het Arabische verzet tegen de Iraanse aspiraties naar regionale suprematie, hegemonie. En beslist nadelig voor Israël is eveneens de taande regionale invloed van de Verenigde Staten, waarvan de vernederende afgang van Mubarak een treffende illustratie vormde. En passant, en ik heb het vanavond ook al gehoord, en passant leerde ik vorige week woensdag in Jeruzalem in de Knesset tijdens een zitting een nieuw politiek begrip. Let wel, denormalisatie. Denormalisatie, dus terug naar de normalisatie. Een hoge functionaris van het Israëlische ministerie van Buitenlandse Zaken riep de actieve hulp in van de Europese Unie om alle pogingen tot denormalisatie van de positie van Israël in de regio tegen te gaan. In eerste instantie betreft hier vooral de handhaving van de bestaande vredesverdragen met Egypte en Jordanië. Eenzijdige opzegging van beide verdragen onder islamistische druk dreigt. De gelegenheid overigens, in mijn optiek, voor de Europese Unie om zich hier positief diplomatiek te onderscheiden, om daarvoor op te komen in onze contacten met Egypte en Jordanië. Terwijl Israël zich realistisch en verstandig opstelt tegenover de Arabelli, dat is het woord dat ik eigenlijk prefereer, de opstand in de Arabische wereld, Arabelli, Arabische wereld een rebellie, dat wil zeggen op uiterst terughoudende wijze wenst het land vanzelfsprekend op alles voorbereid te zijn. Daartoe behoren ook preventieve maatregelen, zoals het nadrukkelijk ondersteunen van de Jordaanse autoriteiten. Want dat is de grote angstbalk in Israël, dat Jordanië de kant op gaat van Egypte. En die hulp, dit kan heel concreet zijn, met water en brandstof. Het parool is duidelijk. Voorkom dat de Jordaanse moslimbroeders in de voetsporen treden van hun Egyptische geestverwanten. Tot slot, beste vrienden, kom ik aan een verschrikkelijk naargeestig onderwerp. Er is nieuwe literatuur over en er wordt buitengewoon weinig over gesproken en gepubliceerd in het Westen, in Europa. Tot slot wil ik de nauwe connectie, en er is vanavond ook gesproken over de geest, tot slot wil ik de nauwe connectie tussen de Arabische lente, laat ik die naam maar even handhaven, gemakshalve, en het opvlammen van de haat jegens Joden en de Joodstaat Israël belichten. Over deze antisemitische connectie, die samenhang, hullen zich politici en media in Europa opvallend vaak in stilzwijgen. In het recent verschenen rapport Antisemitisme Worldwide 2011 concludeert de specialiste Dr. Esther Webman dat voor- en tegenstanders van de Arabische lente elkaar bij voorkeur op antisemitische wijze zwart maken. De bekende reflex, helaas in de regio, op substantiële interne problemen. Want zelfonderzoek naar eigen politiek en maatschappelijk falen is immers te pijnlijk.
Geef daarom de Joden, geef Israël eenvoudigweg de schuld. Dat werkte tot op heden. Ik hoop dat dat doorbroken wordt in de Arabische wereld. Ter illustratie noem ik een paar krasse voorbeelden van deze Arabische antisemitische attitudes onder de Arabische lentezon. Laat ik met het huidige Syrische strijdtoneel beginnen. Het regime van Bashar, van president Bashar al-Assad, schildert zijn tegenstander, het Vrije Syrische leger, af als, citaat, een strijdmacht van ezels in dienst van de Mossad. Einde citaat. De Syrische revolutionairen brandmerken op hun beurt Assad en diens getrouwen als Alawi-Joden. Alawi, dat is de minderheid, de religieuze minderheid, toe de president en zijn coterie, zijn kring, behoort. Dus dat zijn de Alawi-Joden, let wel, die met opzet een bloedbad aanrichten onder de eigen bevolking, om zo de Joden van bloed te kunnen voorzien voor hun Pascha Metzes. Als historicus denk dan terug aan de 19e eeuw. Toen circuleerde helaas in Egypte ook al, in Syrië ook al, het bloedsprookje. Een onderbelicht antisemitisch incident speelde zich af tijdens de massale Egyptische protesten tegen het bewind van Mubarak. Slachtoffer van regelrechte seksuele agressie van demonstranten was de Amerikaanse journaliste Lara Logan. Haar belagers schreeuwden Jood, Jood. En en passant beschuldigden Egyptische soldaten Logan en haar tv-ploeg ervan Joodse spionnen te zijn. Pliksgetrouw tot op vandaag melden de media telkens weer de aanhoudende terreuraanslagen op de gaspijplijn tussen Egypte en Israël, schuinstreep Jordanië. Zo ook onlangs de uiteindelijke opzegging van die gasleveranties en van het contract. Veel minder bekend raakte de slogan die op 22 augustus vorig jaar in Egypte de ronde deed. Let wel, over de Holocaust en de reflectie erop gesproken. Wij wensen geen gasexport, wij willen jullie vergassen. Einde citaat. Voeg daaraan toe een massabijeenkomst van de moslimbroeders op 25 november met spandoekteksten die opliepen tot dood alle Joden. Op het voortwoekerende Arabische antisemitisme dient een krachtig Europees tegengeluid te klinken. Ik heb het tot op dusver nog niet gehoord in Brussel, nog in Straatsburg. En ook veel te weinig uit Den Haag. Zeker wanneer het notabene gebeurt onder de misleidende dekmantel van de Arabische lente. Neem het dan serieus. Van links tot rechts in de politiek. Beste vrienden, nogmaals. Ik weet dat ik provocerend ben, maar nogmaals, Arabische lente of Arabische achteruitgang. Tegen de achtergrond van het islamistische getij in het Midden-Oosten, de opkomst, let wel, want dat wordt ook vaak onderbelicht, radicale soenieten versus radicale shiiten, opteer ik, als het mij gevraagd wordt, treurig genoeg voor Arabische achteruitgang. Die ik zeker betreur, zoals ik dat ook opmerk, telkens opmerk bij mijn Israëlische vrienden en gesprekspartners. Want die verlangen ook naar een werkelijke Arabische lente van een normale regio. En daar dienen wij ons als vrienden van Israël op de plaats waar we gesteld zijn door God ons met hart en ziel voor in te zetten. U hier op uw plaats, ik in Brussel, heeft niks te maken als ik zeg Arabische achteruitgang van aversie tegen de Arabische wereld. Integendeel, een van mijn beste vrienden zit al jaren dag in Damascus en houdt me dagelijks op de hoogte wat daar gebeurt. Het is juist empathie met de Arabische bevolking en met zijn deplorale, enorm slechte vooruitzichten als je kijkt naar Egypte. Er moet een verandering echt komen in attitudes, in een normalisatie in feite van de Arabische wereld. En dan zal het ook een normale situatie worden voor de Joodse staat Israël. Ik dank u voor uw aandacht. Ik zoek even het bloemenlijstje. Helaas zijn we zo uit de hand gelopen. Het ligt vooral aan mij, zou ik maar zeggen. Dat ik het vraag- en antwoordspel even achterwege moet laten en dan 10 minuten pauze geef tot 9:30 en daarna gaan we snel met het jongerendebat verder. Maar ik wil nog even vragen of de bloemen aan de sprekers gegeven kunnen worden. Want dat is toch wel even essentieel. En geef ze nog even een hartelijk applaus, meneer Duvon. Meneer Belder.
En de heer Nathaniel, dank u wel. En de ambassadeur, de heer Divon. Nogmaals een hartelijk woord van dank aan de sprekers. We houden nu 10 minuten pauze. Probeer een bak koffie te nemen en kom daarna zo snel mogelijk weer terug. In de pauze is ook deze bundel te koop. Normaal 12,5 euro. Maar we doen er 2,5 af, dus vanavond een tientje. Nou, we gaan met elkaar discussiëren. Dat doen we niet alleen hier op het podium. Ik nodig u ook uit om in de zaal dat te doen. Maar allereerst wil ik de mensen even aan u voorstellen. We hebben altijd gezegd, dames gaan eerst. Martine Luiten, die is er niet. Dan gaan we door met Jeroni Vergeer. Zou je hier plaats willen nemen? Mag ik kort vragen wie je bent? Ja, nou, mijn naam is dus Jeroni. Ik ben 24 jaar, ik woon in Amsterdam. Ik studeer. Op dit moment ben ik bijna klaar met de Master International Crimes and Criminology. En daarnaast doe ik nog de Minor Midden-Oosten Studies. Ik ben sinds oktober al internationaal secretaris in het bestuur van Dwars. Dwars is de jongerenpartij van GroenLinks. Dat is misschien wel genoeg. Nou, even een hele korte vraag. Okay. Wat moet het nou worden? Palestijns-Israël of Israëlisch-Palestina? Ik kan geen Israël en Palestina kiezen. Nee, ik vraag of het een Palestijns-Israël moet worden of een Israëlisch-Palestina. Ja, dat vind ik een moeilijke keuze. Nou, gaan we door naar de volgende. Komen we er nog wel op terug. Joël Servos van het CIDI. Joël, je hebt een prachtige naam. De oude profeten, zouden we maar zeggen, of niet? Ja, ik heb het boek wel eens gelezen. Heb je het boek wel eens gelezen? Ja, nou, dat is toch mooi. Ja. Kunnen we misschien nog op terugkomen hier. Maar nu even, wie is Joël? Ik ben Joël Servos. Ik studeer politicologie aan de Universiteit van Amsterdam richting internationale betrekkingen. En ik ben 2 jaar voorzitter van CIDI jongerenorganisatie CIO. Kijk aan. En als ik diezelfde vraag aan jou stel, wat ga jij dan roepen? Ik ga niet kiezen. Ik kies voor een duurzame twee-staten oplossing waarbij een Israëlische en Palestijnse staat naast elkaar leven en die twee staten dienen tot stand te komen op basis van onderhandelingen. Weet je hoe groot Israël is? Ja, kleiner dan Nederland. Ja, ja, kleiner dan Nederland. Ja. Er wonen nu al 5,5, 6 miljoen mensen in Israël en dan moeten er 4,5 bij. Nee. Hoe gaan die daar leven op dat kleine stukje? Nou, er moeten niet 4,5 miljoen bij. Er moet onderhandeld worden over wat er met de eerste generatie vluchtelingen gebeurt. En die dienen zeker een plek te krijgen in de nieuwe Palestijnse staat. En waar mogen die wonen? In de woestijn, ergens beneden. Daar hebben ze nog een hoop plek. Nou, ik denk dat de Palestijnse staat plaats gaat hebben in Gaza en de westelijke Jordaanoever. Dus dat lijkt me de plek. Als zij dat willen. Weet je hoeveel mensen er nu al in Gaza wonen? Ja, behoorlijk veel voor zo'n stukje land wat zo groot is als Texel. Ja. Maar goed, nou, gaan we zo over 1 miljoen inderdaad. Helemaal goed, het is voor degenen die het weten. Gaan we door naar Daniel van der Veen van Israelity. Jullie iets door kunnen schrijven? Hoi. Oké, Daniel, ook een prachtige Bijbelse naam. Mooi, hè? Weet je trouwens wat die naam betekent? Wow. Niet te hard, want anders dan... Weet je wat Daniel betekent? Dat weet ik, ja. En dat is? God is mijn rechter. Kijk, een rechter zelfs. En dat is hij zeker, dat is hij ook. En daarom sta ik hier ook, namens Israelity. En als Israelity zijnde steunen wij Israël, omdat wij geloven dat de God van Israël, en ook de God van Daniel, mijn God, nog steeds een plan heeft met Israël. En dat plan, dat kunnen we in deze tijd al zien, wat Gods hand in Israël doet met het Joodse volk. En wij steunen ook Israël, omdat we zien dat Israël onder een enorme verdrukking leeft, heeft geleefd en nog steeds leeft. Ook in die Arabische zogenaamde lente, zeg maar gerust winter. En vinden wij dat Israël juist extra steun nodig heeft. Oké. Christenen voor Israël. Ooit ben ik met P. Koelewijn. Weet je nog wie die was? Geen idee. Nee, inderdaad. Daar was ik al bang voor. Het is al 10 jaar geleden dat die man helaas overleden is. Maar dat is degene die Christenen voor Israël ooit heeft opgezet. Ben ik bloembollen wezen brengen? Ben je ooit wel eens bloembollen mee wezen brengen in Israël, in Jeruzalem? Nee, ik zit niet in de tuinbouwsector, maar ik vind het een mooie activiteit. De tuinbouwsector, je gaat gewoon mee. Ja. Christenen voor Israël, die gaat met zo'n grote jumbo en dan gaan ze naar bloembollen. Ik weet niet of Jeruzalem wel eens binnen bent gereden, prachtige bloemen. Maar wanneer ga je die nou in Cairo poten? In Cairo?
Nou, dat zal waarschijnlijk in het Koninkrijk der Hemelen zijn. Wellicht hebben we het over nog over een fase verderop. Nee, ik heb namelijk niets, dat is misschien een misvatting, dat Christenen voor Israël iets tegen Arabieren heeft. Juist niet. Wij houden van alle mensen, juist ook van Arabieren. Ja. Maar we vinden wel dat Israël extra steun nodig heeft, omdat ze zo onder druk staan. En die vraag van u die u net stelde, vind ik een hele makkelijke. Israël in Palestina, dus Israëlisch-Palestina. Palestina is niet meer dan een landstreek waarin de staat Israël gevestigd is. Okay. Waarvan een deel al lang de Palestijnse staat is, en dat is Jordanië. Dus zo moeilijk hoeven we er niet over te doen. Is Gaza nog bijgekomen? Nou, daar zullen vast mensen anders over denken. Mag ik als laatste de Jack Roosendaal? Niet dat jij last but not least, maar we zijn gast hier vanavond. Is er iemand in de zaal die niet weet wie Jack is? Ja. Oh, Jacques heet hij. Oh, sorry hoor. Nou, dat is er één, Jacques. Je moet je voorstellen. Misschien is hij nog geen lid van de SGP. Hallo, ik ben inderdaad Jacques Roosendaal. Als je nog geen lid bent, ja, dan kan het zijn dat je een van de anderen komt supporten. En anders ga ik na afloop graag met je in gesprek. Voorzitter van SGP Jongeren. En ja, ook altijd al wel ermee opgevoed. Voorliefde voor Israël. 2 jaar geleden met een politieke reis daar naartoe geweest. En ja, om het debat op scherp te zetten, een beetje in het verlengde van wat je net zegt, Daniel. Wat mij betreft praten we in eerste instantie over Jordanië en Israël, 2 erkende staten. En de volgende discussie is dan te voeren over het Palestijnse volk, hoe ze tot een eigen staat kunnen komen. Wat mij betreft moet daar wel ruimte voor zijn, maar vooralsnog hebben we het over Jordanië en Israël. Oké, prima, mooi. Voordat we zometeen naar de stellingen gaan, wil ik van jullie alle 4 nog even een kort statement weten. Het was inderdaad ergens in 1999 of 2000, dat weet ik niet precies meer, toen ik in Jordanië in het Marriott Hotel 's ochtends de krant pakte en het eerste bericht las from occupied Jerusalem. En voor degenen die geen Engels spreken, van bezet Jeruzalem. De correspondent in de Jordanian Daily, in de Jordaanse dagblad, schreef vanuit bezet Jeruzalem. Zo begon hij dat gedicht. Wat is jullie reactie daarop? Jordanië beschrijft dat Jeruzalem bezet gebied is. Wat vind je daarvan? Nou, dat vind ik wel een beetje een moeilijke vraag. Kijk, het hangt er een beetje vanaf waar in Jeruzalem hij dan precies zat. Nee, dat maakt niet uit. Jeruzalem, de hele onverdeelde stad Jeruzalem was bezet gebied. De hele stad? Ja. Oké, want er loopt natuurlijk wel een muur door de stad heen. Toen nog niet. Toen nog niet? Nee. Nee, dat is waar. Die muur is later gekomen. Maar je mag er nog even over nadenken, dan vragen we dat aan Sidi. Over welk jaar ging het? Maakt niet uit welk jaar. In 1967 heeft... Denk nou niet dat de Jordaanse anders denken op dit moment. In 1967 heeft Israël Oost-Jeruzalem veroverd op Jordanië. Okay. Dus in die zin is het veroverd op Jordanië. Jordanië wil het helemaal niet terug. Die wil er niks mee te maken hebben. Het is er ooit op bezet. Maar Jordanië is het liever kwijt dan rijk. Dat geldt ook voor Gaza met betrekking tot Egypte. Gaza is ooit bezet op Egypte. Egypte wil het niet terug. Wat we in ieder geval weten is dat het niet bezet is op de Palestijnen. Maar dat het nu wel behoort tot gebied waar de Palestijnen aanspraak op wensen te maken. Jordanië zou eigenlijk zijn mond moeten houden, want die heeft alle kansen gehad om het terug te onderhandelen. De vraag is, en daarom wordt het liever betwist gebied genoemd, is wat de status van Jeruzalem en van de westelijke Jordaanoever is, vanuit welk perspectief. Het is niet bezet, het is in ieder geval betwist, omdat meerdere volken er aanspraak op maken. Maar in dit geval zou ik zeggen dat het een onterechte uitspraak is. Jack heeft daar een andere opinie op. Nou, kijk, wat er denk ik nog meer achter zit, behalve de, zeg maar, meer de juridische en de historische insteek, is natuurlijk wat er ook bij Hamas en vroeger bij Fatah achter zat. Namelijk, het gaat om gebied wat toebehoort aan de Arabische wereld. Misschien zelfs, als het religieus wordt ingevuld, aan het huis van de islam. Want het is ooit het huis van de islam geweest en dat moet het eraan terugbehoren. En op dat punt is het bezet gebied, althans in die visie vanuit Jordanië. En dat is ook gelijk mijn kernpunt wat mij betreft vanavond. Als we dat buiten beschouwing laten, namelijk het religieuze aspect en de religieuze grondtoon die enorm botst, precies waar Israël gevestigd is. Als je het daar niet over hebt en als je daar niet met elkaar over wil spreken, dan kom je er helemaal niet uit. Daniel, de Palestijnse staat is er toch al? Dat is toch gewoon Jordanië? Uiteraard, dat zeg je heel terecht. We moeten gewoon eventjes heel simpel teruggaan naar het mandaatsbesluit in 1922. En ik had vanavond nog in een restaurant even een discussie met een paar goed opgeleide collega's van me. Die staan net voor de klas, net als ik.
die kwamen ook met allerlei dooddoeners. Natuurlijk moet die tweede staat er komen. Niet wetende dat in 1922 al lang het internationale recht besloten had, nog lang voor de Holocaust, dat die Joodse staat er moest komen in heel Palestina. Mensen, Palestina, dat betrof destijds het gebied ten westen van de Jordaan, heel Israël en Jordanië. Later is daar de afsplitsing van gemaakt. Een Arabische staat ten oosten van de Jordaan, ten westen, houden we het op de Joodse staat. Nou, zoveel Arabische terreur verder zagen de Britten het uiteindelijk niet meer zitten om die staat daar te vestigen. Want de Britten waren de mandataris, die moesten dat voor elkaar krijgen. En vervolgens is de wereld langzamerhand gaan denken, we moeten dat gebied ten westen van de Jordaan moeten we ook maar weer gaan verdelen om die Arabieren tevreden te houden. Over Palestijnen sprak nog helemaal niemand hoor. De Palestinian Post, dat was gewoon een Joodse krant in de jaren, even uit mijn hoofd, 2030. Alles met het woord Palestijn sloeg op Joodse instellingen. Het is in die zin wel degelijk een verzonnen volk. Het zijn Arabieren. En volgens mij zei de heer Divon, of een van de vorige sprekers het ook terecht, ze komen uit alle kanten van de regio. Ze zijn ook naar Israël voor een deel gekomen, omdat daar economisch heel goed ging, terecht. Maar nog eventjes terugkomend op bezetter. Als er één bezetter is geweest, is het wel Jordanië geweest. Die vanaf 1948 een deel toebehorend aan, of bedacht voor de Joodse staat Israël, wettelijk toegewezen ook, heeft bezet. En Egypte deed dat met Gaza. Dus als we nu Israël een bezetter noemen, vraag ik, bezet van wie dan? Je bent docent geschiedenis, zo te horen? Aardrijkskunde. Aardrijkskunde, dus ook een beetje geografisch. Aardrijkskunde, in ieder geval geografisch. Voor reformatorisch onder ons kan het soms zijn dat de Joodse geschiedenis wat profaan overkomt. Maar het verhaal wat ik ooit een keer van Barak zelf hoorde in een besloten gemeenschap in dat fameuze Amsterdam, was het volgende. En dat was toen hij in Camp David zat met Yasser Arafat. Ik weet niet of jullie nog Yasser Arafat kennen, want inmiddels zijn de volgende generatie. Ja, u bent al wat ouder. Ja. Maar hij zat met Yasser Arafat en president Clinton in Maryland. En toen moesten ze beginnen over de grondverdeling. En toen zei Barak, ik wil eerst even wat vertellen. Hij zegt, Mozes, dat is een van onze ouden, die ging zwemmen in de Middellandse Zee. En toen kwam hij terug uit het water en toen waren zijn kleren gestolen. En toen zei hij, dat hebben die rot-Palestijnen gedaan. Waarop Yasser Arafat onmiddellijk zei, dat is niet waar, want wij waren daar toen nog niet. Nee, zei Barak, dat bedoel ik nou juist. Wie was er eerder, Palestina of Israël? Palestina. Leg uit. Nou, de staat, de Joden zijn naar Israël gekomen uit mijn hoofd 1890 voor het eerst, denk ik. 1881, nou, het was er niet heel ver vandaan. Op dat moment woonden er mensen in dat gebied. Dat hoorde op dat moment nog bij het Ottomaanse Rijk. Er bestond toen ook nog geen Irak, er bestond ook nog geen echt Egypte. Dat waren allemaal nog landen die officieel onder het Ottomaanse Rijk vielen. Maar er woonden wel Palestijnen, net zoals er ook al Egyptenaren in het gebied woonden. Ik geloof dat de Palestijnen wel een volk zijn die verbonden zijn met dat land. Ik geloof ook dat de Joden een band hebben met dat land. Ook vanuit hun religieuze oogpunt. Daarom zou ik niet zeggen, stop al die Palestijnen maar in Jordanië of in Libanon of in Egypte, waar ze dan maar ook maar heen zijn gevlucht. Ik denk wel echt dat er recht is op een Palestijnse staat, omdat die mensen ook een verbinding hebben met dat land waar hun oorsprong ligt. Oké, een van jullie wil daarop reageren of ben je het er volledig mee eens? Dat sinds 1881 er pas Israëli's wonen? Nou kijk, er zijn al veel eerder Joden gegaan, maar dat was uit religieuze motieven. Vanaf 1881 krijg je een grootschalige, ook seculiere emigratie daar naartoe. Joden wonen er al veel langer. De vraag of het Palestina moet heten is een semantische discussie. Het heet al Palestina in de Romeinse tijd. Vervolgens, de vraag die je wil stellen gaat natuurlijk niet om hoe het gebied moet heten. Wat was er eerder? De vraag is wie behoort welk gebied toe? En dan is de vraag over of het Palestina is, denk ik, niet zo relevant. Niet. Dat is vast Daniel niet met je eens. Niet geheel. Of geheel niet? Nou, nee. Zo stel ik denk eerder het laatste. Zo stel ik hoef ik het ook niet altijd te maken. Als je christenen van Israël vertegenwoordigt, is het geheel niet. Nou kijk. Toch?
Geheel niet. Vooruit. Vooruit. Je hebt me. Laten we het lekker radicaal doen. Goed. Je moet wel voor je standpunten blijven staan. Dat doe ik ook wel. Dat doe ik. Help me daaraan herinneren. Ik wil even terugkoppelen naar jou. Was er ooit een Palestijnse staat? Is Jeruzalem ooit de hoofdstad geweest van enige Palestijnse, nou vooruit, Arabische staat? Ja of nee? Nee, het is niet een officiële staat geweest volgens de, ja, hoe heet dat? Voorwaarden van de staat. Nee, hè? Volkerenrecht. Waar de Palestijnse instituties, Palestijnse kranten, Palestijnse scholen. Het gaat erom dat er mensen woonden die zichzelf Palestijnen. Kijk. Het gaat erom dat er inderdaad, juist, nou maar nou komen we er. Dan gaat erom dat er inderdaad mensen woonden die zich op dat moment nog zeker geen Palestijnen noemden. Daar hoef je ook niet een hele goede historicus voor te zijn. Simpelweg Arabieren, verbonden met regio Egypte, Syrië. Heel veel Palestijnen, ik noem het nu ook maar even zo, eigenlijk, ja, het is een gekunstelde naam, maar nu is die ook, is het gemeengoed. Die voelen zich van oorsprong meer Syrië. Laatst was er nog een Hamas-leider die op een interne Arabische conferentie de bevolking toeriep. Wij zijn Egyptenaren, wij zijn Syriërs. Als je de achternamen van heel veel Palestijnen ziet, zit daar gewoon het woordje Egypte in. Of het woord Syrië, of iets met Saoedi-Arabië. Het hele verhaal van een volk dat daar allemaal instituties had, dat daar een staatseenheid had, is gewoon volledig uit de duim gezogen. Er woonden Arabieren, ja, en die hoeven mij ook absoluut niet weg uit de Joodse staat. Maar wel de Joodse staat. Daar moet ook ruimte voor zijn. Oké, voordat we hier verder over gaan, wil ik even de zaal gelegenheid geven. Wil iemand erop reageren of een heel andere vraag stellen? Ja. Nou, roep maar, anders herhaal ik de vraag wel. Nou, ik vind het een beetje opvallend dat de hele tijd gezegd is geen oplossing. Het is er wel degelijk een oplossing. Dat is namelijk de oplossing dat Arabieren gereligeerd worden naar de twee staten, namelijk naar Jordanië. Waarom is het mogelijk om een relegatieproject te geven van de Nederlandse Arabieren naar Jordanië? Alle Arabieren Israëliet. Nou, even heel simpel. Korte reactie, daarna mogen mijn buren direct. Arabieren die de Joodse staat Israël niet erkennen, dan zou ik heel simpel zeggen, ja, ga dan naar een Arabische staat. Ik zou het niemand willen dwingen hoor, even los daarvan. Maar als je als Arabier, kijk, als ik als Nederlander zeg, ik herken de Nederlandse staat niet, ik heb daar niks mee op, ik voel me iets anders, ja, dan ga ik ergens anders heen. Er zijn mensen die dat geopperd hebben, dat is een hele gevaarlijke, of althans, als je dat in links-Nederland roept, dan krijg je alle honen over je heen. Maar zo'n gekke oplossing, maar dan zou ik het wel vrijwillig willen initiëren. Helaas zal het nooit gebeuren, want Israël moet tot het Arabische gebied, het islamgebied, wat jij al terecht zei, daar hoort het toe. Dus een oplossing, ik zie het niet zitten in die zin. Jacques, oh ja, jij mag zo meteen. Ik heb een korte vraag aan die meneer. Wat wil je met de Arabische Joden doen? Nou, dat is simpel. Er zijn geen Arabische Joden meer, dan zijn ze naar Israël gaan. Ja, maar die zijn misschien. Je bedoelt Askenazische Joden dan waarschijnlijk? Die staat de burgerschap in Israël hebben. Die in de Arabische wereld wonen. Ja. Die? Ja, die zijn allemaal inderdaad onder druk naar Israël gegaan. Ja, niet helemaal, maar meestal wel, ja. Zijn, maar die hebben het heel zwaar in de Arabische wereld. Die hebben daar een veilige thuishaven. Maar ik bedoel, wat wil je met de mensen doen die, die wel Arabisch zijn, maar ook Joods? Oh, wacht even, die mevrouw, ja. Oh, daar hebben we er een. U bent een? In Tunesië geboren, oké. Je moest weg, waarom dan? Ja, dat is waar Europarlementariër Belder ook aan refereerde. Geen freedom of speech. Precies. Maar u heeft dus ervaren hoe het is. Ik wil nog iets zeggen. Ik ben niet
Oké, dank u inderdaad voor de dingen. Korte reactie misschien nog? Ja, nou, ik denk dat deze mevrouw heel goed heeft ervaren hoe het is om als een minderheid je land uit te moeten door de overheersing van een andere groep. En daarom denk ik, waarom zou je een Arabische minderheid uit de Joodse staat willen zetten? Ik bedoel, je kunt toch ook best met elkaar leven in vrede en elkaar respecteren? Ik snap niet waarom dat onmogelijk is. Ja, Jack, jij even. Jacques, sorry. Nou, even terug naar de discussie. Ik wil ook Israëlity een beetje uitdagen. Voor mij is het, wat mij betreft, ik erken het punt dat als je het juridisch bekijkt vanaf Balfour en vanaf 1922, dat ze juridisch, zou kunnen zeggen, Jordanië. Tegelijkertijd, de historie heeft zich verder ontwikkeld. Er is een nationaal bewustzijn. Er zijn min of meer juridische toezeggingen ook voor de Palestijnen. En er is een nationaal bewustzijn. Daar moet je ook naar kijken, wat mij betreft. En er zijn ook geen bijbelse redenen om te zeggen, als er een identiteit zich ontwikkelt, dat daar vervolgens niet een natie of een staat aan kan worden gekoppeld. Dus vanuit dat oogpunt. Plus, en dat vind ik de hele discussie ook nog waard, als het gaat over die landsgrenzen, we kunnen niet één op één uit de Bijbel afleiden waar precies die landsgrenzen zijn. Dus daarom is juist in onderling overleg, niet opgelegd van bovenaf, een discussie nodig over een eventuele twee-staten-oplossing. Nou, dank je. Ik vind het een zinvolle inbreng allereerst. Ik weet niet of je de bergen van Israël kent. Sorry, de? De bergen van Israël, Judea en Samaria. Dat is precies het gebied wat in de volksmond de Westbank heet. Het is precies het gebied waarvan de wereld zegt, dat moet een nieuwe Arabische staat worden. Ik neem aan dat jij je Bijbel leest, hè? Dan wil ik jou ook een beetje uitdagen. Wel eens iets gelezen over de bergen van Israël? Hoe God zegt, dit zijn mijn bergen voor mijn volk Israël. Wie deze bergen... Help even de mensen hier. Ja? Ja? Jeremia, hoeveel? Het staat 1. Op zoveel plek. Het staat op in Ezekiel 36:37. Ja, Jeremia 31. Het staat... Nou, dankjewel, dankjewel. De Noodferim zullen op de bergen van Samaria lopen. Amen. Voor mij is het glashelder dat dat er staat. Voor mij is soms wel de vraag, hoe letterlijk is dat en hoe moet je dat of geestelijk of figuurlijk nemen? Dat is echt een discussie waard. Volgens mij moet je dat ook herkennen. Als we zoveel dingen figuurlijk moeten nemen vanuit de Bijbel. Ik vind het enorm belangrijk. Ik vind het ook heel belangrijk dat die plaatsen, die zeg maar heilige plaatsen midden in Judea en Samaria, ook bereikbaar zijn voor als je eventueel tot een oplossing komt, dat je een twee-staten-oplossing creëert. Wat nu dus niet mogelijk is. Hè? Het graf van Jozef, de andere plaatsen. Maar het is niet ten principale dat ik kan zeggen vanuit de Bijbel, één op één, daaraan kunnen we landsgrenzen ontlenen. Dat kan niet. Oké, dank even voor deze discussie. Sharon noemde altijd consequent overigens het Judea en Samaria. En never heeft hij ooit het woord Westbank. Ja, en het is ook, Westbank is wel apart, want ja, als je Jordaan bekijkt, en als je een westoever hebt, dan heb je het over 50 meter of zo van een oever en niet ja, kilometers lang gebied. Dus ik vind het ook wel een merkwaardige aanduiding. Dank, Jacques. Een paar andere vragen, ja? Sorry, even iets harder? Ik heb even van tegen Joden. Joden hebben nooit gezegd dat Arabieren het land uit moesten. Die hebben vrij te geven om moslim geloof uit te oefenen. Er staat zelfs een moskee op de tempelweg. Maar je hebt het ook voor de Joden. De Arabieren zijn begonnen, zeg maar, de Joden komen niet land in. Die zijn opgelaten met, letterlijk met vuurwapens om ze af te schieten. Dus je hebt de Arabieren die aan zichzelf denken dat de Joden zeggen van, Oké, dus Arabieren mogen wel een moskee in het huidige Israël bouwen, andersom zou niet mogen. En die mevrouw is ook haar land ook nog indirect uitgezet, hè? Zou je niet hard moeten maken voor al die Arabische landen waarin minderheden onderdrukt worden, in plaats van hier Israël aanstaan te vallen? Nou, ik vind dat het voor alle landen moet gelden. Natuurlijk voor de Arabische landen moeten daar minderheden kunnen leven. En daar ben ik ook echt een groot voorstander voor. De 10% Kopten die in Egypte woont, die moeten daar gewoon kunnen blijven. Die moeten daar volledig in hun recht worden gelaten, moeten hun geloof kunnen uiten en moeten net zo behandeld worden als elke andere lid van de bevolking van Egypte. En maar dat geldt ook voor Israël. Ik snap niet waarom jij hand om hand, oog om oog, ooit zijn de Joden de Arabische landen uitgezet. Nu gaan wij de Arabieren er maar eens even uitzitten. Dat is toch geen teken van humaniteit? Dat is toch geen teken van vooruitgang? Ja. De Kopten staan in Egypte. Ja, dat weet ik. Maar er woont nu nog 10% Kopten in Egypte. En ik vind dat die daar moeten kunnen blijven. En dat die moeten worden gerespecteerd. En ik vind dat in elk land moet kunnen. Volgens mij wil niemand hier de Arabieren met geweld uit Israël zetten. Dus dat zij de vraag stellen volgens mij. Ja, maar dat wil niemand hier. Dus ja, precies. Dus jouw aanname van daar komt het tegen het verweer is helemaal niet relevant. Want niemand wil dat. Er staat een moskee, notabene, in het meest heilige deel van waar de tempel heeft gestaan. En dat laat Israël toe. Maar, even grijp ik nu in. Het conflict tussen Joden en Palestijnen, hoe je het nou bespreekt of ook, is een religieus conflict. Nee. Nee?
of ja? Het heeft heel veel dimensies. Het heeft een religieuze. Ja of nee? Ja, nee. Ik zeg nee. Het heeft ook een territoriale dimensie. Het heeft een existentiële dimensie, namelijk omdat sommige mensen elkaars bestaan niet gunnen. En ik zou er nog heel wat kunnen noemen. Het is niet alleen maar religie, maar een zeker conflict vanuit de islam, namelijk ook opnieuw het stichten van een islamitisch kalifaat met Jeruzalem als hoofdstad, speelt wel degelijk een rol. En zeker nu ook in de Egyptische presidentsverkiezingen, waarbij de herverovering van Jeruzalem een onderdeel moet zijn van die wederstichting. Suleiman is nog steeds niet dood. Nee, die is nog steeds niet dood. Dat is de grote baas die dus zo'n kalifaat zou moeten sturen. Ja, meneer. Wou in dit kader wijzen op het boekje van Albert Muller, Geheim Offensief, waarin dit probleem juist zo wordt uit de boeken wordt gedaan. Het is de islam als onderliggende factor die niet toestaat dat het in de Arabische regio, in de Israëlitische regio, een Joodse staat, een Joodse entiteit, en dat begint al bij Mohammed. Als je je daarin verdiept, dat is al zo oud als Mohammed zelf. Oké, dank u. Even, nee, zij, jij wilt nog even reageren op dat religieuze. Nou, ik denk dat het conflict tussen Israël en de Palestijnen absoluut niet is begonnen als een religieus conflict. Okay. Het is begonnen als een nationalistisch conflict tussen enerzijds de nationalistische Zionisten en aan de andere kant de nationalistische Arabieren over het bezit van het land. En later is religie een steeds grotere rol gaan spelen, waardoor het ook steeds moeilijker wordt om het conflict op te lossen. Want zodra je religie erbij gaat halen, wordt het toch een veel gevoeliger conflict. Maar ik denk dat het is niet ontstaan als een religieus conflict. Daar wil Jacques op reageren. Nou, misschien nog een aanvulling. Ik zie wel de bron een religieus conflict en dat daar ook over gesproken moet worden. Maar tegelijkertijd zie ik ook de oplossing in religie en uiteindelijk in het christendom. Ik heb een boekje bij me van Tassada. Dat is een Palestijn die poosje terug in Nederland was. Een man die Palestijn was, heeft als chauffeur van Arafat gediend. Is christen geworden en op het moment dat hij christen werd, verloor hij zijn boosheid en zijn haat tegen Joden. En sinds dat moment heeft hij de mogelijkheid voor zichzelf ook om zich daar mee te verenigen. En zet hij zich ook in om die haat, met name bij kinderen, weg te nemen. En dat vind ik ook het mooie en het bijzondere van het christelijk geloof in dit opzicht. Oké, helaas moet ik het debat gaan stoppen. Het is laatst 10:10. Ik heb nog een laatste vraag aan jullie die jullie kort mogen beantwoorden. Israël wordt nu als een van de grootste bedreigingen gezien voor de wereldvrede. Wanneer is dat niet meer het geval? Jeroni. Ik zie Israël niet als de grootste bedreiging voor de wereldvrede. Ik weet niet of dat een vaststaand feit is, maar daar ben ik het al niet mee eens. Okay. Ik denk niet dat Israël de grootste bedreiging is. Het is wel een belangrijk conflict wat veel gevolgen heeft voor internationale betrekkingen. Omdat het eigenlijk de Arabische wereld tegen het Westen opstelt. Maar ik denk niet dat het de grootste bedreiging voor de wereldvrede is. En ik denk dat als het dan op zou houden, dat zou dan een oplossing moeten zijn voor het niet bestaan van de Palestijnse staat. Zodra er een Palestijnse staat kan worden opgericht door middel van een overeenkomst waarbij de partijen zich mee hebben kunnen vinden, dat een hoop spanningen weghaalt. Omdat dat ook de haat van de Arabische wereld dat minder zal worden. Okay, hartelijk denk ik. Dank. We reageren niet meer op elkaar, maar we geven even een vraag op dit statement. Israël is geen bedreiging voor de wereldvrede. Er zijn landen die dat vinden. Poppenkastregimes als Iran denken dat. Dat mogen ze vinden. En heel veel landen zullen dat ook altijd blijven vinden. En dat is best prima, zolang ze er maar niks meer mee doen. Ik denk dat er een hoop voor te zeggen valt dat Israël een zegen is voor de regio. Een regio die echt verschrikkelijke mensenrechten schendingen kent. Israël is ook geen lievertje, maar Israël is absoluut geen schending of geen gevaar voor de wereldvrede. Maar ik denk zeker dat die gedachte in de internationale gemeenschap af zal nemen bij een hoop mensen zodra het conflict is opgelost en Israël zich militair heeft teruggetrokken uit de westelijke Jordaanoever. Hartelijk dank, Joel. Daniel. Dankjewel. Ja, Adolf Hitler zag de Joden als een bedreiging voor zijn zogenaamde Nieuwe Rijk. Joden zijn in de hele geschiedenis altijd en overal werden ze als een bedreiging gezien voor ziektes, voor wat dan ook. Ten diepste zit daar maar één ding achter. En dat is haat tegen de God van Israël. God heeft nou eenmaal één volk, in principe als basis één volk uitgekozen om zijn liefde en zijn woord bekend te maken. Dat is ook gebeurd door de Messias, dat gaat door. Maar de duivel weet dat en die is erop uit om Israël te vernietigen. Dat zal hij doen
En dat zal hij pogen door poppenkastregimes als Iran, maar de wereld loopt daar indirect ook nog eens achteraan, de VN. Dat zal blijven gebeuren totdat Jezus Christus terugkomt en vanuit Jeruzalem een nieuw rijk gesticht heeft. En tot die tijd moeten wij o zo waakzaam zijn om niet met die poppenkasten mee te gaan, maar om onze oog open te houden en te zien wat er werkelijk speelt. En dan kunnen we niet anders dan te zeggen, wij steunen Israël in haar bestaansrecht als Joodse staat. En niks, ik moet hem doorgeven, maar het is niks geen territoriaal conflict. De Westbank is jarenlang in handen geweest van Arabieren. De PLO, Palestinian Liberation Organization, is opgericht in 1964. Dat is 3 jaar voordat heel de Westbank in Joodse handen kwam. Toen al was de doelstelling, staat letterlijk in de handvesten, heel Israël onder Arabische islamheerschappij brengen. 3 jaar voordat ook maar heel de kwestie Westbank speelde, wat nou door het territoriaal conflict. Het is een etnisch en een religieus conflict, maar Jezus zal er een eind aan maken. Dankjewel. Jacques. De echte bedreiging. De echte bedreiging is de naïviteit van de westerse wereld, helaas vaak te vinden in links- en progressieve hoek. En de diepe haat, existentiële haat richting het Joodse volk, die ik inderdaad ook niet anders kan duiden dan uiteindelijk een haat tegen de levende God. En wat mij betreft is het daarom ook reden om vooruit te kijken. Enerzijds gewoon door het politieke handwerk, realistisch zijn, wat mij betreft een twee-staten-oplossing. En vooral het gebed. Ook als wij, heel praktisch, als je kijkt naar die politieke situatie, zeker op dit moment, is het vooral belangrijk om eigenlijk de buitenpolitieke middelen te zoeken, namelijk het gebed voor bekering van ieder en uiteindelijk ook de vestiging van het Rijk van Jezus Christus op deze aarde. Dankjewel, Zak. Ik wil u alle vier hartelijk danken voor deze korte discussie. We zouden er met gemak volgens mij nog een uur aan vast kunnen knopen, Jan. Jeroni, heel hartelijk dank dat je hier naartoe hebt willen komen. Ook al voelt je het misschien als in je eentje. Ah, er is nog iemand die lekker dwars is. Goed zo, een applaus. Helemaal goed, helemaal goed. En wat ik echt mooi vind, is dat jullie gewoon als vrouwen het even tegen die drie boys hebben opgenomen. Ook in SGP vinden we dat heel erg leuk. Dan geef ik nu het stokje aan Jan over om ze verder... Bedankt voor de volgende. Ja, oké, okay, dan ga ik door. Joël, jij ook heel hartelijk dank voor jouw bijdrage. Ja, u mag klappen. Ook al verkondig je niet direct het standpunt van de SGP, er zijn ook een heleboel raakvlakken. Daniel. En dan gaan we nu door naar Daniel. Jij ook heel hartelijk dank. En ook bedankt. Oh, nou, ik ook bedankt, maar we waren nog niet bij Jacques. Maar ook die jongens geven nog even een applaus. En u ook weer bedankt voor het bedanken, zoals dat heet. En Henk, jij ook bedankt voor je bijdrage. Je krijgt nog een boek, maar hier de envelop met inhoud. Okay. En heel erg bedankt dat je op zo'n korte termijn ook wou inspringen. Graag gedaan. Dik applaus. Goed, dan geef ik nu voor de sluiting het woord aan Jacques Roosendaal. Jullie mogen even rustig gaan zitten. Met deze microfoon, ja. Met de andere. Oké. Okay. Ook van mijn kant trouwens nog voor dwars een compliment om in het Hol van de Leeuwen natuurlijk te komen. Dat is altijd goed. En dat is het mooie van Nederland. Hoe je ook kan discussiëren over het poldermodel. Wij kiezen er in ieder geval voor om gewoon het debat met elkaar aan te gaan en het via de woorden proberen op te lossen. Dus dat is ook natuurlijk enorm meerwaarde. En als het goed is, wordt Wilhelmus gepresenteerd nu.